De ademhalingsspieren. De belangrijkste ademhalingsspier is de diafragma. Dat zit vast hier aan de onderste ribben. En in het midden zit een centrum tendinium, oftewel een peesplaat. Bij contractie wordt die naar beneden, trekt hij de longen naar beneden, waardoor hier ruimte komt en er lucht naar binnen gezogen wordt. Dan hebben we de intercostaalmusculatuur. Die lopen tussen de verschillende ribben. Dus tussen iedere twee ribben zitten zowel de interni als de externi. En die lopen zo. Dus de interni die lopen van mediaal naar lateraal. En de externi lopen van lateraal naar mediaal. Dus aan de binnen- en aan de buitenkant. Zo. En de interni zijn belangrijk voor de uitademing en de externi voor de inademing. Dan hebben we ook nog de scaleni. En de scaleni die lopen vanaf de processie transversie, hier vandaan, naar de eerste, wellicht tweede rib. En die kunnen helpen bij iedere ademhaling om rustig dit bovenste deel omhoog te trekken, dus het bovenste deel van de thorax. En als hulpademhaling kan hij natuurlijk extra gebruikt worden. Is dit het vaste punt, dan kan de scaleni ook de nekwervelkolom lateraal bewegen, oftewel lateroflexie geven.